Goedemiddag, beste voetballiefhebber. Welkom in Neerpede voor de oefenwedstrijd tussen Anderlecht en FC Nantes. De Franse eerste klasser die heel wat bekende namen in de kern heeft en die gaat u straks allemaal kunnen zien. Voor Anderlecht is het opnieuw een goede test voor volgend seizoen. Er werd al 2 keer succesvol geoefend, onder andere tegen een Franse eerste klasser. Tegen Saint-Étienne werd het 1-2 en 0-1. En vandaag was het plan om een dubbele confrontatie te spelen. Maar een speler en 2 stafleden van Nantes werden positief getest op COVID-19. En te weinig volk dus, dat kon afrijden ze naar België. En daarom is er amper 1 wedstrijd, 2 keer 45 minuten. Het zal ook zonder van zijn compagnie zijn. Hij is een maand buiten strijd, maar langs de zijlijn is hij wel aanwezig. En we gaan hem straks sowieso ook nog wel zien in de coachende positie natuurlijk. Bonjour à tous, bienvenue au centre de Neerpede pour un nouveau match de préparation du Sporting d'Anderlecht. Les Mauves reçoivent aujourd'hui Nantes. Dans un premier temps, nous devions assister à 2 rencontres. La première avec l'équipe A des 2 clubs sur le coup de 15h, la deuxième à 17h avec les équipes B. Mais un joueur, un membre du personnel et un membre du staff de Nantes ont été contrôlés positifs au Covid-19, c'était hier. Et donc il a été décidé de ne jouer qu'un seul match, aujourd'hui donc à 16h dans un format classique de 2 fois 45 minutes. Anderlecht essaiera de continuer sur sa lancée de cette belle préparation. Anderlecht oefende dus al heel wat, we hebben het al gezegd, gewonnen van Saint-Étienne, maar ook tegen Sint-Truiden, 2-0 en 1-0 werd het daar. En het is allemaal op weg naar die eerste competitiematch in de Jupiler Pro League tegen Sint-Truiden opnieuw. Op 9 augustus zullen de Paars-Witten tegen de Canadiërs uit Sint-Truiden het opnemen. En op weg daar naartoe gaan we nog een paar oefenwedstrijden tonen. Onder andere dus deze tegen FC Nantes. C'est vrai que la préparation d'Anderlecht a été vraiment excellente, hein. Défaite 0-1 contre Charleroi le 4 juillet, mais après 2 victoires face à Saint-Tron lors de 2 matchs de 60 minutes. Le premier c'était 2-0, un CSC de Teixeira et un but de Vincent Kompany. Le deuxième 1-0, le but du tout jeune qui vient de Genk, Elias Takidine. Et le 18 juillet, c'était la semaine dernière, 2 matchs également face à Saint-Etienne. C'était 2 fois 75 minutes cette fois. Le premier match, victoire des Mauves, 1-2, but de Michel Vlap sur penalty et de Kemar Rouf. Et le deuxième match avec les équipes B, on dirait que c'est également imposé. Un but du tout jeune, Hannes Delcroix. Il était prêté à Wild Wake la saison dernière. Et il compte bien être dans l'équipe de base cette saison en Jupiler Pro League. Hannes Delcroix. Inderdaad, vorig jaar dus bij RKC Waalwijk. We gaan ook eens even kijken, want naast het veld daarnet hebben ze al een wedstrijd gespeeld hier. De A-kern van Anderlecht tegen de U21 van Anderlecht. En daar speelde iedereen mee die niet in de basiself staat straks tegen Nantes. En daar nadien hebben ze toch even, je ziet daar onder andere Ognien Vranjes. En op het terrein daarnaast zien we dan deze mannen. Onder andere Adrien Trebel. Hij zal starten zometeen tegen Nantes. We gaan eens even overlopen wie daar in de ploeg staat bij Anderlecht. Het is in het doel Hendrik van Krombrugge. De 4 verdedigers zijn Murillo, Lucassen, deze man dus Elias Kobout en Kilian Sardella. In de driehoek op het middenveld Adrien Trebel, Marco Cana en Michel Vlap. Geen Sambi Lokonga dus vandaag. Vlap op de 10 uiteraard, dat zal allicht zo zijn. En Francis Amoudzou en Jeremy Doku, dat zijn de vleugelspelers. 2 jeugdproducten van Anderlecht die de spits zullen moeten aanleveren. En dat is dan Nani of Landry Di Matta. Het is van 10 februari 2019 geleden dat hij nog wat matchen had gespeeld. Tot deze voorbereiding natuurlijk. Nu zien we hem terug in het shirt van Anderlecht. Is in principe hersteld van die blessure. We horen wel dat hij nog niet 100% is. Maar dat is natuurlijk voor iedereen hier wellicht in de voorbereiding toch een beetje een weg richting die eerste wedstrijd in de Jupiler Pro League. En de Sardella op links. Ook hij krijgt nog een kans terwijl Kemar Lawrence nog niet in België is geraakt, maar we wachten af. Antoine Colossin, hij is een van de bankzitters. We zullen kijken wie er nog genoeg jus in de benen heeft om op de bank te beginnen straks tegen Nantes. Maar dus Trebel in de basis tegen FC Nantes. En we gaan eens kijken wie er op het veld zal staan. En er zijn wel heel wat bekenden bij, toch, Baptiste?
Et donc la compo hein, de l'équipe de Nantes après celle d'Anderlecht, c'est une compo assez classique en 4-4-2 avec au but l'excellent Alban Lafont, tout jeune, 21 ans, qui avait fait ses débuts hein, en Ligue 1 à seulement 16 ans, c'était du côté de Toulouse. En défense, Charles Traoré, le Malien de 28 ans, Andrei Giroto, Jean-Charles Castelletto, ancien joueur de Moucron et de Bruges. Il avait fait 9 petits matchs en Jupiler Pro League, on ne s'en souvient pas forcément. C'est un nouveau transfuge. Il était libre de tout contrat, il a donc signé avec le FC Nantes. Du côté droit, ce sera Fabio, le Brésilien, ancien joueur de Manchester United. Dans l'entrejeu, Pedro Chirivella, transfert également du côté de Nantes. 23 ans espagnol, il jouait du côté des U23 de Liverpool la saison passée. Le capitaine, Abdoulaye Traoré, est devant ces 4 joueurs qui ont joué en Jupiler Pro League. Tout d'abord, il y a Anthony Libombe, ancien joueur du Standard et de Bruges. Il avait été champion avec Bruges en 2018. Il avait également soulier d'ébène, souvenez-vous, Anthony Libombe. Il a marqué un petit but la saison dernière en Ligue 1 avec Nantes. De l'autre côté, sur l'autre flanc, ce sera Moses Simon, l'ancien joueur de la Gantoise, nigérian. Il avait joué 3 ans du côté de Gand. Il avait goûté à la Ligue des Champions. L'ailier virevoltant Moses Simon. Et en pointe, il y aura Khalifa Koulibaly, ancien joueur de Gand également et de Charleroi. Il avait passé une saison du côté du Sporting de Charleroi et à côté de Khalifa Koulibaly. C'est bien sûr Renaud Aymon, l'ancien joueur du Standard qui avait réalisé son rêve en signant à Nantes. C'était en janvier dernier. Il n'a toujours pas marqué avec son équipe de Nantes en Ligue 1, mais il a marqué un but en préparation. C'était face à Lyon la semaine dernière. Victoire 6-0. De Nantes dans leur premier match de préparation pour cette nouvelle saison 2020-2021 en Ligue 1. Ja, terwijl we Anthony van den Borre zien, hij heeft meegespeeld met de A-kern tegen de U21 daarnet. De uitslag van die wedstrijd is niet echt bekend, omdat daar niet echt werd gekeken naar het aantal doelpunten. Of toch niet echt een zo officiële wedstrijd. Eerder deze is echt wel officieel. De man die de wedstrijd ook in goede banen zal moeten leiden is Kevin van Damme. De scheidsrechter hier. En nee, de man die u door het scherm ziet wandelen heeft geen videoref vast. Of een scherm voor een VAR. Dat is er niet vandaag. Wel, gewoon 3 traditionele scheidsrechters om Anderlecht Nantes in goede banen te leiden. Mijn collega zei het al, Nantes oefende al tegen Stade Nyonnais. Doelpunten van Marcus Coco. Dat is de man die een positieve coronatest had. In die 6-0 overwinning had hij dus de eerste doelpunt. André Girotto, Ludovic Blas, Kolo Muani, Samuel Mutusami en Renaud Aymon. Hij maakte de 6e voor FC Nantes. Nantes had vorig seizoen, afgelopen seizoen, in de Ligue 1 13e werd. En in de Ligue 1 dus blijft. Dat is toch een traditieclub waar Anderlecht ook heel wat historie mee heeft. En dat is bijvoorbeeld, en dat is misschien wel het belangrijkste, Frankie Verkouteren. Is ex-speler, de trainer van Anderlecht voor Nantes. In 1987 zwaaide hij Anderlecht vaarwel. En dan ging hij nog 3 jaar bij FC Nantes spelen. 78 keer in de Ligue 1 aan de bak. Frankie Verkouteren en sloot dan af bij RWDM tot 1993. En ondertussen is hij dus opnieuw coach van RSC Anderlecht. C'est vrai hein, que c'est un match particulier pour Frankie Verkouteren, comme vous venez de le dire, 63 ans. Et il a joué en tant que joueur à Nantes durant 3 saisons, en 1987 jusqu'en 1990. Il a joué 78 matchs avec les Canaries, 19 buts quand même à la clé pour Frankie Verkouteren. Et il a fini sa carrière du côté du RWDM de 1990 à 1993. Et ce sera un match particulier également pour Adrien Trebel, qui a joué du côté de Nantes de 2011 à 2014. Il avait joué plus de 100 matchs hein, à Nantes. Adrien Trebel, un excellent joueur qui a joué ensuite du côté du Standard. On s'en rappelle évidemment très bien, mais il ne fait pas vraiment partie du projet Compagnie. Alors on se dit qu'il est peut-être en vitrine aujourd'hui pour un éventuel transfert. Mais quoi qu'il en soit, lui, il n'aura rien à perdre. Il est titulaire et il va vouloir se montrer, Adrien Trebel, qui a 29 ans. Hein. Il est encore jeune, l'ancien joueur du Standard de Liège. Et donc, il espère réaliser une bonne partie aujourd'hui. Ja, inderdaad, Adrien Trebel. Eventueel nog speler van Anderlecht dit seizoen, maar dat zullen we pas over een paar weken weten.
Ondertussen zien wij hier de drie officials op het veld stappen. Dus de man die u in het midden van uw beeld zag is Kevin Van Damme. Christian Gourcouff, dat is de coach van FC Nantes. Coachte heel wat Franse ploegen, onder andere ook bondscoach van Algerije. Was net weg na Halilhodžić, want die was toen de bondscoach van de wedstrijd tegen België op het WK in Brazilië. En heel frappant is dat diezelfde Halilhodžić ook de man Gourcouff, dus deze man in uw beeld, vooraf ging bij Nantes. Dus die twee volgen elkaar zo'n beetje op hun werkplekken. En Christian Gourcouff, u zal misschien de achternaam, zal wel een belletje doen rinkelen, want zijn zoon, Joan Gourcouff, die is bekender. Pakte 31 caps voor Frankrijk en beëindigde vorig jaar zijn profcarrière bij Dijon, maar speelde onder andere bij AC Milan en Bordeaux-Lyon. Dus een bekende voetbalnaam, Gourcouff. En hij is dus de T1 van FC Nantes. Il a un très très bon CV, c'est clair. Christian Gourcouff, 65 ans. Il est passé du côté de Lorient hein, pendant 11 ans. 166 victoires, 130 matchs nuls, 161 défaites. Ouais, les chiffres sont assez impressionnants. Il a ensuite coaché l'Algérie avant d'arriver à Rennes durant une saison. Et la saison dernière, il était à Nantes. Il y a 2 ans, il était à Al Gharafa. Et la saison dernière, il a fini à la 13e position avec 37 points dans le ventre mou de cette Ligue 1. Et cette année, il vise clairement mieux, Christian Gourcouff. On le disait, il y a 2 nouvelles recrues, Pedro Chirivella et Jean-Charles Castelletto. Ils vont apporter leur expérience à cette jeune équipe de Nantes qui a énormément d'ambition dans cette Ligue 1. Parce que 13e, c'est clair que c'est pas un mauvais résultat hein, pour Nantes, mais le but, c'est clair, Christian Gourcouff l'a dit il y a quelques jours, c'est la colonne de gauche pour cette saison 2020-2021. Et la Ligue 1 reprendra ses droits le week-end du 22-23 août. Et Nantes, avec Renaud Aymon, que vous voyez ici à l'image, se déplacera du côté de Bordeaux. Ja, daarnet zagen we in beeld ook Dennis Appia. Die had even nog een amicale babbel met David Steger, de woordvoerder van RSC Anderlecht. Sorry. En de man die nu bij FC Nantes speelde ook natuurlijk hier, zien we het nog eens, bij de Brusselaars. Op rechtsachter. De ene keer geliefd bij de supporters, de andere keer dan weer niet. Het was een beetje een moeilijke weg daarin te kiezen. Maar al bij al nog steeds zeer graag gezien hier op Neerpede. Dennis Appia toch elke keer wel een goede ingesteldheid. Renaud Aymon dus, onder andere in de spits vandaag. Ex-Standaard en ex-Waasland Beveren. En nu dus aan de slag bij FC Nantes. Onder andere, dus daarnet zei het al, mijn collega Moses Simon, Koulibaly, Limbombe en Jean-Charles Castelletto. Dat zijn de mannen die ex-België roots hebben. Abdoulaye Touré, dat is de aanvoerder vandaag. En de man met het vaantje in de handen. We zijn nog even aan het wachten op Paars-Wit. En daar wordt met een bepaald fluitsignaal toch even op duidelijk gemaakt dat zij verwacht worden hier op het oefenveld van Neerpede. Terwijl de wind hier fel opsteekt en een paar van onze papieren bijna gaan waaien, wachten wij nog eventjes op de ploeg van Franky Vercauteren. Les joueurs de Nantes, vous le voyez, sont déjà sur la pelouse, prêts à en découdre. On attend toujours cette équipe, ce 11 de base d'Anderlecht, avec quelques surprises. Hein. Mon collègue néerlandophone le disait, Landry Di Matta, titulaire d'entrée. 22 ans, hein, Landry Di Matta, qui n'a pas joué un seul match de Jupiler Pro League la saison dernière. À cause de son genou, il a été opéré au genou. Saison noire pour Landry Di Matta, son dernier match officiel, c'était le 10 février 2019 et un match nul 0-0 face à Zulte Waregem. C'était il y a très 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 longtemps. On espère hein, qu'il sera fit pour cette saison. Landry Di Matta, extrêmement talentueux, mais un rien fragile. Marco Cana également, 17 ans, est titulaire d'entrée. On attendait Sambi Lokonga, mais c'est Cana, un joueur extrêmement prometteur hein, du côté du Sporting d'Anderlecht.
Il a re-signé jusqu'en 2023. Il est parfait trilingue, c'est un leader dans le vestiaire. Et il est prédestiné à prendre la relève dans le vestiaire des Mauvais Blancs. Avec évidemment Adrien Trébel, on l'a dit, une surprise aussi d'entrée. Il est titulaire, le joueur de 29 ans, ancien joueur du Standard, qui ne fait pas partie du projet Compagnon. On l'a répété ces dernières semaines, ces derniers mois même. Mais il est toujours bien présent au club. Et on verra ce que l'avenir réservera au Français Adrien Trébel. En hier zijn ze dan, de spelers waar u wellicht het meest naar uitkijkt natuurlijk. Met de man met het mondmasker uiteraard. Frankie Verkouteren heeft deze elf op het veld gezet. En de aanvoerder, als ik het goed zie, is Hendrik van Kronbrugge. Hij zal naar alle waarschijnlijkheid dus na Compagnie komen in de rangorde, tenzij we natuurlijk andere informatie nog krijgen in de loop van de komende weken. Maar dat is geen onlogische keuze. Hendrik van Kronbrugge, aanvoerder dus. Verkouteren met de laatste aanwijzing. En de tos tussen Touré en van Kronbrugge. En de vriendelijke handshake tussen Koulibaly en Di Mata. Die twee hebben natuurlijk samen in eerste klasse gespeeld. Hij bij Oostende toen en de andere bij Gent. En het is Anderlecht die de aftrap mag nemen met Nani Di Mata. Klaar om deze oefenpot om 4:05 ongeveer eraan te beginnen dus. Kevin van Damme checkt of er wel degelijk 22 spelers op het veld staan. En dan gaan we beginnen aan deze interessante partij tussen Anderlecht en Nantes. Even wachten, zegt die Mata, maar toch het fluitsignaal. Sardella. Cobalt en Lucassen dus achteraan het duo. Afwachten dus of dat ook het type elftal wordt in eerste klasse dit seizoen. En in andere officiële wedstrijden bij gebrek aan Vincent Kompany. In dit geval dus Doku. Flap biedt zich aan. Het gaat naar Kana. Kana die dus centraal in het midden plaatsneemt en niet achteraan. Eens kijken wat hij daar kan. Natuurlijk kan hij zich daar ook zeker uit de voeten trekken. En eens zien of hij zo een beetje de vervanger zou kunnen zijn van een eventueel geblesseerde Sambi Lokonga. We gaan er niet op roepen op een blessure van Albert Sambi Lokonga, maar het is altijd goed om te weten of er een goede vervanger klaar staat voor hem op die positie. Et c'est Anderlecht qui a le pied sur le ballon dans cette première minute de jeu. On fait tourner tranquillement un petit round d'observation entre ces deux formations. Elle est pas mal cette balle en direction de Michel Vlap. Il n'a pas de position de hors-jeu. Déjà peut-être un premier face-à-face, non. Il préfère donner ce ballon à Francis Amouzou. Et première occasion hein, après deux minutes de jeu pour les Mauves. Belle passe hein, de la part de Michel Vlap du pied gauche. Juste avant il y avait une belle déviation de Landry Di Mata. Et puis la frappe instantanée de Francis Amouzou qui n'avait pas joué face à Saint-Etienne. Pour cause de blessure, il est bien titulaire aujourd'hui. Et il compte bien se montrer. Le jeune joueur de 20 ans. Le corner à suivre donc avec Michel Vlap derrière le ballon. Il est très bien donné en direction de Lucassen, mais il y a une faute signalée directement par Kevin Van Damme. Une faute de Di Mata qui s'est appuyé sur un Nantais. On va kijken naar die fout. Het was denk ik Lucas die nogal driest inkwam. Foutje nu van Sardella ondertussen voor onze neus hier. Bescheiden belangstelling, maar niet iedereen mocht hier binnen op neerpeden. Een paar journalisten, een paar fotografen. Fabio en Castelletto. Breed op Traoré. Geen fout, balvoordeel voor Nantes, wel balverlies nu. Hier met Di Mata, aan kijken wat hij ermee kan. Vlapjes trappen misschien, kappen eerst. Ja, balverlies maar opgepikt door Kana. Kana met rust aan de bal, goed binnendoor bij Trébel. Trébel. Blind naar Amouzou.
De voorzet van Amuzu hier is flap. Haar weg, net weggehaald door Girotto. En Lafont kan oppikken. Misschien de omschakeling nog even volgen hier met Traoré. Op Koulibaly, meegeven Limbombe. Eerste toets is niet al te best, maar heeft nog steeds de bal. Kijkt in het centrum bij Chirivella. Moses Simon. Murillo weet natuurlijk dat die pijl snel is. Dat zal hem zeker wel meegegeven zijn. Trebel nu in spelen op Di Matta. Heeft niet veel opties voor zich. Moet dan maar achteruit bij Cana. Naar de andere jeugdspeler. Ja, er zijn er veel natuurlijk. Sardella. Lucassen. De Nederlander dus opnieuw verhuurd door PSV aan Paars-Wit. Krijgt opnieuw een seizoen in het Anderlecht shirt voor zijn rekening. En met veel plezier, denk ik. Gaf het ook wel aan in het filmpje op de social media van Anderlecht. Buitenspel ondertussen van Amuzu. Anderlecht qui est très bien rentré hein, dans cette rencontre. On voit directement les intentions des hommes de Frankie Vercoteren qui sont en pleine confiance. Hein, rappelons-le. Deux victoires face à Saint-Tron il y a 15 jours. Deux victoires la semaine dernière, le week-end dernier, du côté de Saint-Etienne. Le seul point noir du côté d'Anderlecht actuellement, c'est la blessure hein, de Vincent Kompany. Blessé aux adducteurs. Il manquera le début de championnat. C'est sûr. Le début de championnat qui débutera le 9 août hein, à Saint-Tron. Et puis Anderlecht recevra Moucron et Eupen. Allez, une offensive. Peut-être première offensive pour les Canaries avec Fabio qui tentait d'alerter Moses Simon. Mais c'est récupéré par l'arrière-garde anderlechtoise. Pas pour longtemps. Abdoulaye Touré. Avec l'ancien joueur de Manchester United, Fabio. Le petit ballon de Limbombe en direction de Renaud Aymon. Le 1-2 qui ne fonctionne pas. Et la touche sera pour Kylian Sardella. Nou, en die Fabio, dus op rechtsachter bij Nant, die heeft natuurlijk inderdaad die ervaring van United. Het zal een leuke test zijn voor Jeremy Doku om eens tegen die ervaring van Fabio te spelen. Het ging daar net al even niet fantastisch voor Doku. Hier was Amuzu trouwens met de bal buiten, maar Doku krijgt opnieuw veel kansen en dat is meer dan terecht. Een groot talent in het team van Vercauteren en compagnie, moeten we wel zeggen. Vincent die duidelijk ook de coaching geeft. Maar Doku dus 1-1 op een ervaren rot als Fabio, de Braziliaan. Een goede test en we gaan kijken of hij er iets mee kan. Deed het tegen Saint-Étienne en ook tegen Sint-Truiden zeer goed, Doku. En dus meer dan terecht opnieuw in de basiself en in ook wel het type elftal als ik het zo een beetje bekijk voor de start van de competitie, als die er komt natuurlijk. We volgen hier Di Matta, eerst erbij, goed gespeeld, en Cana nu. Ja, Limbombe daartussen. En mits een snelle Simon natuurlijk is er voorbij. Simon op rechts is Limbombe. Gaat het daar ook naartoe? Cana kan de angel uit de aanval halen. Bal gaat toch nog naar Limbombe. Fabio. Ja, door het toedoen van Cana is er veel erger voorkomen. Hier met Limbombe nu. Anderlecht houdt het goed gesloten en weinig opties nu voor de Fransen. Fabio probeert het, maar opnieuw Limbombe en terugkaatsen. Het is een goed evenwicht, een goede organisatie bij Anderlecht. Di Matta gaat jagen bij Castelletto en Girotto. En de bal moet dan maar achteruit naar Lafont. Touré. Ja, balverlies. En Sardella meteen spelen. Eén tijd voetbal. Sardella naar Trebel. Eén tijd naar Cana, maar ja. Tot even een beetje onzuiverheden bij het spel van Anderlecht. En we gaan eens kijken wat Nant met de bal nu kan doen. Ja. Foutje van Chirivella op Doku. En een interessante vrije trap, maar kort genomen en we zijn weer aan het spelen. Anderlecht gaat niet veel stilstaande fases
op deze manier gebruiken. En wil vooral dat tempo hoog houden in deze partij. Goede bal nu van Cobout op Vlap met veel ruimte tussen de linies gelopen. Doku. Ja, ervaring van Fabio is goed begonnen. Veel de bal gevraagd, die Brazilianen. En ook Doku heeft het voorlopig even lastig tegen de rechtsachter van Nantes. Bal net buiten. Ja, wel degelijk. Anderlecht qui montre de très belles choses dans ces 8 premières minutes. Les Nantais qui ne trouvent absolument aucune solution. On n'a pas encore vu le duo d'attaquants, les deux anciens de la Jupiler Pro League, Khalifa Koulibaly, ancien de Charleroi et de Gand, et l'ancien du Standard, Renaud Aymon, qui est arrivé ici à Nantes en janvier 2020. Il a toujours pas marqué en Ligue 1, mais qui a bien marqué en préparation. C'était le week-end dernier face à Nyon, victoire 6-0 du FC Nantes. Mais aujourd'hui, l'opposition est bien plus compliquée avec cette équipe d'Anderlecht qui est en pleine confiance. Le long ballon. On cherchait Moses Simon. Mais c'est pas évident pour le jeune Nigérian de se montrer dans le jeu aérien. Elle est belle cette ouverture de Renaud Aymon en direction de Anthony Libombé. Il va aller provoquer l'ancien brugeois. Libombé, pourquoi pas une frappe. C'est contré par Marco Cana et ça donne un coup de coin. Le premier de la partie pour le FC Nantes. On va revoir. Il y a pas mal de champs, Anthony Libombé. Et il frappe sur Marco Cana. L'une des plus grandes promesses du Sporting d'Anderlecht. Le corner. Est frappé par Libombé, c'est en première zone, c'est assez mal botté, mais récupération nantaise avec Thierry Vella. Simon en direction de Libombé, il y a une faute. Non, ce n'est pas signalé par Kevin Van Damme, on se dégage un petit peu comme on peut du côté des Mauves. Récupération donc nantaise. Et les Canaris qui se montrent un petit peu plus dangereux dans cette partie. Ils commencent à prendre leur marque, les hommes de Christian Gourcuff. Ce n'est que le deuxième match de préparation pour Nantes. Anderlecht est déjà beaucoup plus loin dans cette préparation. Logique, étant donné que le championnat belge reprendra ses droits le 9 août prochain. Alors qu'on revoit cette faute de Doku sur Fabio. Et Nantes qui arrive à mettre le pied sur le ballon. Il commence à rééquilibrer les échanges. Pour le moment, au niveau des occasions franches, c'est 1-0. Avec cette belle frappe de Francis Amouzou en tout début de match. Mais il n'a pas su ouvrir le score. Francis Amouzou, qui était absent face à Saint-Étienne le week-end dernier. Le joueur de 20 ans, 20 matchs la saison dernière, Francis Amouzou, 3 buts. Et il avait fait ses débuts avec Anderlecht à 17 ans. Hein. Également une jeune promesse. Il y en a énormément sur ce terrain. On pense également à Kylian Sardella, à Jérémy Doku, à Marco Cana évidemment, à Antoine Colassin qui est sur le banc. Elias Cobout, même s'il est un peu plus vieux avec ses 22 ans, l'ancien joueur de Malines. Et le dégagement de Van Krombrugge. Lucassen avec Adrien Trébel en première intention. C'est pas mal essayé de la part de l'ancien Nantais. Mais la récupération. Et pour les Canaries, Khalifa Koulibaly qui ouvre en direction de Limbombé. Assez remuant sur son flanc, Anthony Limbombé. Face à Sardella, le centre est pas mauvais. Mais Van Krombrugge, sans souci, capte ce ballon. Bien parlé de la part de Van Krombrugge. L'un des meilleurs Anderlechtois la saison dernière. Il a souvent sauvé la maison mauve, l'ancien gardien de Penn, Henrik Van Krombrugge, 27 ans,
1m88 et déjà 116 matchs en Jupiler Pro League. Une offensive anderlectoise avec Adrien Trebel du pied droit et il y a une position de hors-jeu directement signalée par l'arbitre assistant. De toute façon, derrière, il y avait un bel arrêt du pied d'Alban Lafont. Ja, of dat buitenspel was of niet, dat heb ik niet goed gezien. Ik had toch eerder het gevoel van niet. De armen van de verdedigers bij Nantes gingen wel de lucht in, maar de pas werd ongeveer gegeven op de lijn die wij hier voor ons hebben. Maar goed, ook geen doelpunt. Goede redding van Lafont nog op die inzet van Nani Di Matta. Dan is met die lange bal van Lafont op Koulibaly. De bal blijft toch bij Nantes. Simon. Ja, kort afgespeeld en flap. Misschien met de omschakeling en Doku. Kan zijn snelheid eens gebruiken. En toch achteruit spel verdelen, bal in de voet. Moeilijke bal van Kana, maar Amuzu die terugkeert uit positie. In de 4-3-3 hier natuurlijk, die we bij Anderlecht gewoon zijn. Doku, 1 tegen 1, Fabio. De actie en afspelen misschien. Ja, bij Kana. Is gezien. Die verdeelt het spel heel graag daar. Komt wel meteen tot de uiting dat hij echt wel op zijn plaats staat. Op die 6 ook. Zeer veel vertrouwen aan de bal. Een echte 6 voor het huis. Hier op Neerpede en in het Lottopark. Binnenkort terug. Een verdedigende middenvelder of de centrale verdediger die echt wel in het plan van Anderlecht en compagnie en Verkouteren past. Net als Nani Di Matta uiteraard nog steeds. Toch normaal de eerste spits bij Paarswit dit seizoen. Sardella. Zoek naar openingen, dan maar terug bij Lucassen. De Nederlander naar Cobout. En die gaat eens een lange bal proberen. Doku in de rug van Fabio, maar Lafont is er ook. En die kan de bal laten buitenlopen. Lafont, uitgeleend door Fiorentina. 21-jarige Fransman. Zeer goede doelman wel. Lange bal op Immel. Raakt hem niet aan. Koulibaly was er nog in de buurt, maar Cobout kon dat met veel rust oplossen. Trebel. Lucassen. Snel naar Murillo was de bedoeling. Inverted back natuurlijk. De man die meer op het middenveld staat nu in deze opstelling. Foutje nu van Koulibaly op Lucassen. We luisteren op deze manier natuurlijk ook eens mee wat daardoor de scheidsrechter wordt gezegd. Kevin Van Damme wil meteen duidelijk maken aan Khalifa Koulibaly dat er geen agressieve reactie of nogal harde reactie van zijn kant mag komen. We gaan hier met respect met elkaar om. Doku. Flap kiest positie, vraagt maar niet meteen. En Fabio bal aan de oog op de bal gehouden. En op die manier goed kunnen verdedigen. Nou, niet iemand daar, ja, minder goede pivot. Maar gelukkig was Chirivella ook verrast door dat gelukje. Amuzu aangetikt, blijft goed aan de bal. Het is gedaan van Francis Amuzu, zet zelf zijn balverlies, of bijna balverlies toch recht. Sardella goed tussen de lijnen gezien. En hier flap. Goeie tackle van Fabio op Doku, bal wel voor Anderlecht natuurlijk. Sardella snel inwerpen naar achteren, Cobout. Lucassen opnieuw datzelfde patroon, proberen binnendoor meteen een linie over te slaan. Geen fout ondertussen. Bal buiten nu en dan bal voor Anderlecht. Daar op rechts. En donc après un peu plus d'un quart d'heure de jeu, toujours 0-0. On vient de voir Christian Gourcuff à l'image. Pas content, visiblement, de ce qu'il vient de voir. Alors on voit maintenant Vincent Compagnie, le grand malheureux de ces derniers jours. Blessé pour plus d'un mois, le capitaine d'Anderlecht. Et pour le moment, c'est une partie assez plaisante avec un Anderlecht assez offensif qui montre de belles choses. Une grosse possibilité pour Amuzu.
une autre pour Di Matta, même s'il était en position de hors-jeu. Van Krombrugge, de l'autre côté, n'a encore rien eu à faire. Mais nul doute que cette équipe de Nantes va monter en puissance ici à Nerpeeda. Récupération pour Di Matta avec Michel Vlap. La déviation du néerlandais. Il cherchait Kylian Sardella. Récupération haute de Elias Cobot alors qu'il y a un Nantais au sol. Il se tient le bas du dos. Alors, on va revoir. C'est Giroto. Pedro Chirivella, pardon. L'Espagnol. Nouveau transfert de Nantes qui est au sol. Mais visiblement, c'est plus de peur que de mal. Les soigneurs nantais sont évidemment sur la pelouse. Pedro Chirivella, il a un beau CV, ce joueur de 23 ans. Il appartenait donc à Liverpool, mais il était transféré cette saison à Nantes. Il a joué également aux Pays-Bas du côté de Willem Twee et des Go Ahead Eagles. Et il a également joué dans son pays en Espagne à Extremadura. Pedro Chirivella, qui malgré ses 23 ans a un beau CV, et il va apporter son expérience à cette équipe de Nantes. Christian Gourcuff le voulait absolument. Il l'a eu. Et il en fait un de ses hommes forts pour cette nouvelle saison 2020-2021. On va pouvoir reprendre le cours du match. 20 minutes, toujours 0-0. Gros plan sur Adrien Trébel. Un match particulier évidemment pour lui. Et lui qui a joué 3 saisons à Nantes. Plus de 100 matchs en Ligue 1. Et Michel Vlap à la manœuvre. Kylian Sardella. Le changement d'aile. Il cherche Francis Amouzou. Et on trouve une tête nantaise. Van Krombrugge. C'est toujours aussi calme dans sa surface de réparation. Aujourd'hui. Sardella. Avec Marco Cana. L'une de failles fonctionner. Et cette touche sera anderlechtoise. Malgré la protestation de l'ancien joueur de Manchester United, Fabio, champion hein, avec les Mancuniens en 2011. Excellent joueur, le frère de Raphaël. Koulibaly. Avec Chirivella. Simon. Il n'a toujours pas de solution. On est très très bien en place. Du côté Anderlechtois. Ah, pour le moment, ce 4-3-3 de Frankie Vercoteren fait mal aux adversaires lors de ces matchs de préparation. On sent un groupe uni vers un même objectif. Ah, c'est clair, hein, Vincent Kompany est ambitieux pour cette saison. Il veut gommer la saison passée. Anderlecht, rappelons-le, a fini à la 8e place. Malgré le fait qu'il n'y ait pas eu ce dernier match hein, de phase classique où Anderlecht aurait pu encore accrocher l'épée aux fins. Ils sont tout simplement sur leur lancée de la fin de saison avant le coronavirus. Ils avaient battu 6-1 Eupen avant d'aller gagner 0-3 Waslan et de terminer en boulet de canon 7-0 face à Zulte Waregem. C'est de bon augure pour ce nouvel exercice. Attention à cette passe un petit peu courte. Cobout. Qui se dégage un petit peu comme il peut. On a failli trouver Francis Amouzou. Mais Nantes récupère le ballon.
Et la faute finale de Francis Amouzo, qu'on a vu pas mal dans les 5 premières minutes. Il est un petit peu plus transparent, Francis Amouzo, qui revient de blessure. Fabio. Et Bombé. Avec Giroto qui tente d'alerter Anthony Limombe, toujours aussi remuant sur ce côté droit. Mais toutes les brèches sont coupées par les Anderlechtois. Di Matta, fort bas. Très belle. Avec Murillo. Et la rentrée en touche sera Anderlechtoise. Paul bij Trebel nu. Die de opening zoekt terwijl Di Matta is blijven liggen. Bijna aan de buik. Buikspieren dan. Maar het lijkt wel te gaan. Al wel. Anderlecht dat dus een kwart match iets meer dan al heeft opzitten. En al wel met het balbezit wat probeert. Maar beide ploegen staan goed georganiseerd en vinden niet veel openingen. Sardella nu. Kopbout. Opnieuw die bal binnendoor proberen. Goed gedaan, Trebel en Di Matta. De referee even aan de kant en Doku nu. De voorzet met links laag, maar iets te voorspelbaar. Dan maar in tweede instantie. Doku, bal voorbrengen. Amouzo koppen, dat is moeilijk. Simon probeert weg te werken. Deed het niet al te best. En Kana nu met Doku. Die mooi binnendoor gaat en dan het schot. Korte hoek viseren. Maar goed afgeblokt door Girotto. En de rust bij Kobout. Iedereen terug in positie. En bij de aanvoerder van de middag van Kronbrugge nu. Doku, prachtig gedaan. Maar net niet verfijnd genoeg richting Vlap. En dus de bal opnieuw bij de Fransen. Traoré naar Simon. Tussen twee spelers goed opgejaagd door Anderlecht. Trebel en Murillo daar dan. En hier de voorzet van Murillo. Vlap is daar en Lafont. Die nog met de voet kan redden. Zeer goede actie. Daar op rechts. Met Amouzo. Goeie voorzet en net de voet van Alban Lafont. Het was Murillo trouwens, sorry. Net nog de voet van Girotto. De hoekschop dus voor een dreigend Anderlecht met Michel Vlap. Lucas mee, Kana mee. Bal daar in de box. Daar is Murillo maar. Even naar achter via Van Kronbrugge. Die heeft ze nu voor het uitkiezen. Gaat het kort doen naar Sardella. Goeie bal van Sardella op Amouzo. Die net als Doku nu even op links staat. Goed binnendoor. Hier is Di Matta. En aangeraakt. En de strafschop. Geen strafschop. Voor Anderlecht. Ja, dat leek me nu toch wel of dat daar contact was. Ja. In principe bij contact. En dat was dan de voet van Di Matta. Hoort er toch een bal op de stip te gaan. Maar Kevin van Damme wou er niet van weten. En dus geen 11 meter voor Anderlecht. Geen kans om op voorsprong te komen hier. Na een 27-tal minuten. We volgen met Castelletto. Chirivella. Met de rugpijn die zal voorbij zijn. Hij kan weer verder natuurlijk. Daarnet even op de grond dus. Girotto. Simon. Goede bal op maat. Maar een goede Trebel. Die Traoré geen kans laat. En Anderlecht dus. In de voorbereiding hier tegen Nant. Zoals ik al zei daarnet, de eerste wedstrijd tegen Sint-Truiden. Dat ze voor 9 augustus. En die wedstrijd die zal dus zonder publiek zijn. Want Anderlecht en Sint-Truiden zullen in augustus zonder publiek in eigen huis spelen. 400 mensen of achter gesloten deuren. Dat maakt weinig verschil voor RSCA. Het
Dat gaf CEO Karel van Eetveld gisteren aan. En dus is het nog een beetje afwachten of anderen dat voorbeeld van Anderlecht zullen volgen. Maar voorzorgsmaatregelen en zo verder, die worden hier op Anderlecht zeker wel serieus genomen. Girotto probeert binnendoor bij Limbombe, dat gaat het ook naartoe. Sardella zit er kort op en de bal gaat buiten. Fabio minder zorgvuldig, goed opgejaagd. Sardella zoekt die Matta, vindt hem ook. Die kan breed opendraaien. En eventueel Murillo, voilà, daar gaat het naartoe. Vinden. Panamees. Liet al goede dingen zien en hier een perfecte bal van Trebel, maar Flap ten eerste mist, maar stond ook in buitenspelpositie. Goeie bal van Adrien Trebel, even kijken. We zullen de scheidsrechter dan maar op zijn woord geloven. Ik denk ook dat het wel juist is dat de Nederlander uit Sneek wel degelijk in offside position stond. Goeie bal wel van Adrien Trebel, waar hij ook zal spelen volgend seizoen. Komend seizoen het is en blijft een heel goede speler. Intrappen met Lafont. Zoekt Koulibaly, die heeft daar Kobout en Kana voor zich. De bal is van Anderlecht opnieuw. Van Kronbrugge. Wij staan dat zijn flanken meteen open moeten gaan. En dat is dus bij Lucassen nu. Nou, en dat systeem van de inverted backs, nu dus die Murillo, is de man die vooral naast Kana komt te staan bij balbezit. Toujours 0-0 dans cette partie. On approche de la demi-heure de jeu et Anderlecht se montre de plus en plus insistant. Il vient encore de voir une nette occasion pour Michel Vlap, même s'il a été signalé en position de hors-jeu. Cette position était franchement très limite. Mais au niveau des occasions franches, c'est clairement les joueurs de Verkotteren qui sont devant. On attend toujours la première occasion de Nantes, peut-être ici. Mais il y a une bonne défense, une nouvelle fois, de Lucassen. Prêté une nouvelle fois cette saison par le PSV, qui était déjà prêté par les Néerlandais la saison dernière. Ils font une bonne paire avec Kobout aujourd'hui. Khalifa Koulibaly à la retourne. Le geste acrobatique de l'ancien joueur de la Gantoise. Ça passe nettement au-dessus des buts défendus par Hendrik van Kronbrugge, qui attend toujours un tir cadré. L'ancien gardien de peine. Il est bon ce ballon en direction de Murillo. Il était un petit peu trop haut pour la tête du jeune panaméen. Koulibaly entre deux Anderlechtois et Marco Cana. Qui fait le boulot dans l'entrejeu. 17 ans, quelle maturité déjà dans son jeu. Attention à ce ballon de Kylian Sardella. Heureusement, Van Kronbrugge était vigilant. Une nouvelle fois, une bonne anticipation de Marco Cana. Francis Amouzou peut-il récupérer ce ballon? Oui, c'est bien joué, bien battu de la part de Francis Amouzou. Le centre en direction de Di Matta. Une nouvelle fois, un sauvetage en catastrophe de l'arrière-garde nantaise. On va revoir ce bel effort d'Amouzou. Le centre était bon. Et l'intervention de Girotto également. Nouveau coup de coin donné une nouvelle fois par Michel Vlap. Le Néerlandais qui a beaucoup d'ambition lui aussi pour cette saison. Il l'a dit, il veut concurrencer Bruges dans les plus brefs délais. Le corner donné. Enfin, Michel Vlap, une nouvelle fois bien donnée. On ne signale rien du côté de Kevin Van Damme. Récupération pour
Murillo, le centre. Il est très très bon ce centre. Vers Michel Vlap et finalement Yaskobout qui met ce ballon loin au-dessus, début défendu par Alban Lafont, le tout jeune gardien français de 21 ans, 1m93, assez impressionnant. Alors qu'il y avait une main dans la surface de réparation nantaise, totalement involontaire, mais une main malgré tout. Non signalé par Kevin Van Damme. On parlait d'Alban Lafont, 21 ans, 1m93. Il avait fait ses débuts à 16 ans à Toulouse. Le jeune portier français. Il a également joué du côté de la Fiorentina. Et c'est toujours aussi compliqué offensivement. À Nantes. Ah, c'est dommage, cette balle de Cobout qui cherchait Michel Vlap esselé. Libombé, peut-être le meilleur Nantais sur le terrain dans ses 33 premières minutes. L'ancien joueur de Bruges et du Standard. Et il y en a, on ne cesse de le répéter. Des joueurs à Nantes qui ont joué du côté de la Jupiler Pro League. Attention à Jérémy Doku. C'est bien joué de la part de Jérémy Doku. Le centre vers Dimata. Il est extrêmement remuant, Jérémy Doku. Il l'avait été face à Saint-Étienne le week-end dernier. Une nouvelle fois. Fabio ne sait plus où donner de la tête face à le tout jeune Anderlechtois de 18 ans. Qui avait réalisé une très belle saison. L'année dernière, 21 matchs et 3 réalisations. Mais il en veut plus cette saison, Jérémy Doku. Et au vu de ce qu'il montre, il en est tout à fait capable. Abdoulaye Touré avec le métronome de cette équipe, Pedro Chirivella, en direction d'Anthony Libombé. Mais Kylian Sardella est attentif. Belle communication avec Henrik Van Grombrugge. Encore 10 minutes dans cette première période. Toujours 0 à 0. Mais ce match est somme toute très agréable. Pas mal de mouvements. Et de belles combinaisons. Part toujours tranquillement de l'arrière. Pas de long ballon. On préconise le jeu au sol. Et on attend le bon moment pour trouver son partenaire du côté en Anderlechtois. Lucassen. Pas mal essayé de la part de Francis Amoudzou. Mais les Nantais récupèrent le ballon avec Alban Lafont et Andrei Girotto. Fabio. Il en aura fait des courses sur son côté droit, Fabio. Le côté fort de Nantes cet après-midi, Fabio Libombé. On les a beaucoup plus vus avec Moses Simon et Charles Traoré. Renaud Aymon. C'est un petit peu à l'image de sa première mi-temps à Renaud Aymon. Quasiment aucun ballon. Assez frustré. L'ancien joueur du Standard. Ja, inderdaad. Nog niet vaak in het spel voorgekomen, Renaud Aymon. Het zal ook inderdaad voor hem een beetje raar zijn om hier op Anderlecht net zijn goede beurt te proberen maken. Ze hebben wel wat opties daar vooraan bij Nantes. En Emon, door zijn makelaar die hier ook aanwezig is vandaag. Die man heeft ook nog wel wat andere spelers van Nantes in zijn portefeuille. Mojibayat. Kana
sterk aan de bal met Koulibaly, onder andere ook van de heer Bayat. In contract met die waarnemer, met die zaakwaarnemer. Girotto. Fabio. In het begin. Goed tegen Doku nu ondertussen. Ze hebben we toch al een paar keer gezien dat Jeremy Doku veel beter in de wedstrijd zit. En het de Braziliaan knap lastig maakt. Daarnet ook met die actie. Prachtig gestift, zeg maar. Voorbij zijn verdediger en zo. De goede voorzet. Maar Anderlecht speelt echt wel nog een verdienstelijke partij. Als je één man er moet uitnemen, vind ik dat Marco Cana echt wel een goede score verdient. Zeer veel rust aan de bal, dat weten we natuurlijk van hem. Maar doet het ook echt heel goed in de recuperatie. En als hij dan die bal heeft, is het altijd de makkelijkste oplossing. Dat is ook voetbal, soms moet je het niet moeilijker maken. En dat is de ingesteldheid bij Anderlecht. Limbombe. Fabio gaat erover, krijgt hem ook. De bal gaat ook naar de achterlijn. Nu heeft hij tijd om voor te zetten. Daar komt die bal en Trebel werkt hij in hoekschop. Adrien Trebel. En eens kijken naar wat Nantes met die hoekschop kan. Adrien Trebel dus hier de Fransman goed tussen beiden gekomen. Een grote geschiedenis bij Nantes. Voor hem ook een interessante en speciale wedstrijd. Anthony Limbombe. Klaar voor de hoekschop. Ga maar zitten, ga maar zitten! Doku moet erop af. Gerre, dus bal eruit gehaald door Lucassen. Maar nog steeds wel voor de Canaries. Iedereen meteen die bal opjagen bij Anderlecht. Iedereen meteen vooruit. En zo hebben ze niet meteen aanspeelpunten bij FC Nantes. Fabio. Limbombe. Tussen drie man. Goede tackle. Ah nee, foutje. Ja. Het leek mij even alsof hij net de bal ging raken, maar een high five tussen de Belgen. Limbombe hier dus aangetikt door Marco Cana. Vrije trap snel genomen. Beide ploegen willen echt wel dat tempo in de wedstrijd zien. Geen stilstaande fases buiten de hoekschoppen natuurlijk. Goede actie van Simon. Aan het truitje getrokken. Door Murillo. Het 1-op-1 duel. Ook hij heeft het knap lastig, maar ja, dat is normaal. Simon, pijlsnelle linksbuiten. Naar de andere kant nu, Limbombe. De schijnbeweging, maar toch afspelen bij Fabio. De laatste 5 minuten zijn ingegaan van deze eerste helft. Waar Anderlecht een paar keer goed voor de dag kwam in het aantal kansen, maar ook een paar keer buitenspel. Dat is met heel veel rust, maar heel veel kanten en ook heel veel oplossingen natuurlijk door Van Kronbrugge naar Cana. Wat kan Anderlecht met deze ruimte? Ah, goede bal wou ik net zeggen door Sardella, maar dan doet hij dit. Slechte communicatie met Doku. Hier is Limbombe. Afleggen misschien voor Sirivella, maar breed op Traoré. Simon vergeet even de bal, heeft er helemaal last mee. Ja. De bal was even niet zijn vriend. Trebel. Wou proberen om Doku te bereiken met een lange bal, maar doet dat toch niet. Cobalt. Ja, de ploegen hebben elkaar ondertussen wat leren kennen en het is iets meer nu zoeken naar openingen. Ze weten goed genoeg de posities en waar de lijnen zijn. In het begin van de wedstrijd zag je nog vaak eens een bal binnendoor proberen. Maar dat is nu veel moeilijker geworden. Toen Trebel bijvoorbeeld flap bereikte, maar dit is niet goed inspelen door Cobalt. Hier is Limbombe. Limbombe, Veinze. Goeie actie. Hier de voorzet van Touré, weggewerkt door Murillo. Amuzu pikt op. Even lang. Lucassen naar Trebel. Trebel ook met heel veel rust aan de bal.
kan altijd wel nog de lijnen uitzetten natuurlijk. Dat heeft hij in zich. En dit is een hele goede bal op Doku. Kan hier ook bij. Dat is moeilijk. Ah, net niet, net niet. Hij is pijlsnel, maar net niet snel genoeg. Want het was ook moeilijk. De bal viel net nog binnen, maar het is een vergeven. Dat is niet echt simpel voor de jonkie van Anderlecht. Inwerpen nu met Fabio. Chirivella. Raymond. Bal nog steeds bij Nant. Simon. Lange bal op Emon. De beste 16 in, mindere controle van Emon en zoveel uit die aanval. Toch de voorzet, daar is die bal van Fabio. En daar is Koulibaly ook aangetikt. Bal gaat even buiten. Kijken wat daar gebeurd is. In het contact met Kobout was het dan? Of hier de voorzet dus. Ja, Lucassen zet daar zijn voet op de voet van Koulibaly, lijkt me. Geen echte bedoeling daar. Ja, het is moeilijk op te maken. Maar de Malinees heeft pijn. Speelde onder andere dus voor Gent, dat weten we. Maar voor hij naar België kwam, bij Charleroi dus, speelde hij ook voor PSG. Het B-elftal van de Parijzenaars. Maar kon daar nooit naar het A-elftal doorprikken, zeg maar. Ondertussen dus even ook de drankpauze, dat is logisch. Terwijl Koulibaly wordt verzorgd. Een paar spelers van Anderlecht gaan toch even water halen. Op het veld naast dit veld zien we onder andere Antoine Colassin opwarmen. En ook Timon Wellenreuter zit in keeperstraining, of tenue, sorry, klaar om eventueel, denk ik, misschien de tweede helft te spelen. Hier zien we dus de spits van Anderlecht, Antoine Colassin. Geboren in Charleroi, 19 jaar is hij. En ook bij Nantes hebben ze wel een paar spelers die misschien wel in de tweede helft zullen invallen. Laatste seconde van de reguliere speeltijd. Wat er dan nog bij komt, zullen we meteen opmerken. Maar we gaan weer voetballen. Koulibaly is weer fit, staat weer tussen de lijnen ook. Even wachten, zegt de assistent van Poeken. En we zijn met Van Krombrugge. Nog één minuutje, zegt Van Damme. Dan gaan we nog even voetballen. Une minute de temps additionnel donc dans cette première période et on se dirige vers un 0-0 entre Anderlecht et le FC Nantes. Les occasions étaient du côté anderlechtois mais la concrétisation a fait défaut. Alors que du côté des Canaries, il n'y a pas eu une seule possibilité franche. Anderlecht est au-dessus aujourd'hui. Et il faut mettre ses ballons au fond. En tout cas, il y a de bien belles choses. Chez les hommes de Frankie Vercoteron, qui doit être somme toute satisfait de ce qu'il voit dans cette première période. Avec un excellent Jérémy Doku. Cana également, qui joue à merveille son rôle. Attention à Renaud Aymon. Une dernière peut-être possibilité pour Nantes, juste avant la pause. Moses Simon, il va aller provoquer. Il aime ça, Moses Simon, le 1-2 qui fonctionne. Mais une nouvelle fois, on en parlait. Belle récupération de Marco Cana et on en restera là pour cette première période. 0-0, Anderlecht a montré de très belles choses, mais n'a pas su concrétiser. C'est un petit peu le bilan de cette première période. Et on devrait voir quelques changements. Antoine Colassin notamment, qui a fait une belle montée face à Saint-Étienne. Il devrait jouer en seconde période. Il devrait y avoir pas mal de changements. Compagny semble satisfait. Lui qui est, rappelons-le, blessé pour plus d'un mois. Il manquera le début de championnat. Lundredi Mata discute avec M. Van Damme. Il a été bon, il était plutôt bon Lundredi Mata. Lui qui n'a pas joué un seul match en Jupiler Pro League la saison dernière. Mais il monte en puissance dans cette préparation. Anderlecht qui jouera son dernier match de prépa
face à Lille avant d'aller du côté de Saint-Trond le 9 août prochain pour le premier match de ce championnat belge 2020-2021. En dus Anderlecht inderdaad op 0-0 hier blijven steken na één helft. We zullen zien wat er op het veld nog kan gebeuren in de tweede helft. We gaan ook misschien eens stilletjes aan kijken ook naar de highlights van deze partij. Als u niet heeft kunnen kijken van in het begin, gaan we u op die manier wat beelden aanleveren. Trebel. Daar nog in conclave met Frutos. We gaan eens kijken met Kana. De eerste opening hier. Vlap was er meteen door. Maar dat had wat last met de bal mee te nemen. Dan maar breed op Amuzu die heel goed kon inzetten. Maar Lafont was ook heel goed gevolgd op die trap van Francis Amuzu. Hier nog eens kijken in de vertraging. Vlap dus echt wel moeite met die bal. Maar dan heel goed kopend hoor met links. Het is niet makkelijk om die nog onder controle te krijgen. En ook de trap van Amuzu was echt wel verdienstelijk. Maar toch niet. Limbombe dan. Op rechts met de voorzet van Kronbrugge tussen twee. Man, was dat heel sterk gedaan van Kronbrugge. Zonder schrik. Gewoon de toren die Khalifa Koulibaly heet aangedurfd. Het balverlies dan bij Nant en bij Simon. Trebel had het binnendoor goed gezien. Bij Murillo. Vlap koos positie, maar het was Girotto die bijna daar zijn eigen doelman verschalkte. Lafont met de voet deed dat heel goed. Maar Vlap, bij gebrek aan Di Matta daar in de punt, doet dat heel goed. Kiest altijd goed positie, maar was ook klaar om af te werken. Maar het was Girotto die bijna een eigen doelpunt maakte. Ja, Di Matta liep daar tegen Girotto aan nadien. Ja, was zeker een vast contact. Di Matta ging ook neer. Zou wel eens een penalty kunnen geweest zijn, maar niet gefloten. Dus Trebel dan. Opnieuw zo'n typische Trebelbal. Buitenspel was het ook van Vlap, maar heel goed gedaan door de Nederlander. Goed binnendoor. Iedereen bij Nant zag het niet gebeuren, of niemand zag het dus gebeuren. En toch ook het buitenspel. Koulibaly dan met de omhaal. Dat was heel positief en optimistisch van de spits van Nant, maar een tiental meter over, als we dan toch een cijfer op moeten plakken. Amuzu en Doku, die twee flanken werden heel vaak gebruikt. En dit was nu dus Amuzu hier, zet zich heel goed door. Di Matta koos opnieuw positie, maar opnieuw was het Girotto. Die ook nog wel al bij al een heel goede partij speelt daar op centraal defensieve positie. Doku dan nog. 1 tegen 1 tegen Fabio. Dit was een heel goede actie van Jeremy Doku. De opvolging was heel goed. En daar kreeg Anderlecht geen hoekschop voor het goede inlopen van Di Matta op die voorzet van Doku. Fabio en Limbombe die vonden elkaar heel vaak. Fabio ging er hier over. Pizzardella kon er niet bij. De voorzet kwam er maar eruit gehaald door Adrien Trebel. Dat was het zo wel een beetje voor deze partij. Voorlopig de eerste helft dan toch. Trebel. Enkel nog deze actie. De brede bal op Emo. Had last met de controle. Dan toch de goede voorzet. En die bal werd daar hard aangeraakt door Lucas onvrijwillig. Maar het werd wel gedaan door de Nederlandse verdediger. Maar dus 0-0 bij de rust hier tussen Anderlecht en FC Nantes. Compagnie en Verkouteren hebben wat te bespreken. En dan gaan we even eruit voor een pauze. Wij ook moeten even op adem komen. En in de tussentijd kan u onder andere kijken naar wat beelden van de teambuilding in het Hallerbos. Tussen de spelers die hebben zich goed vermaakt daar. En daarna zijn wij terug voor de tweede helft van Anderlecht tegen FC Nantes. Tot zometeen. Okay, welcome to all of you. I'm very excited because we will have our pre-season team building today. Okay? That's the main road. If
je dat dan trekt, je win. Ik had eerst vertrouwen erin. Dus dat is het. Oké. Ik heb nog huiswerk dat ik moet doen. Make sure that every side you have a guy who speaks English. You make the signs, all of us, to us. Oh my days! Nico, shall we come back tomorrow? Ready? Go! Right, left, up, down. Hey, 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 En welkom dus terug hier op Neerpede. We zijn klaar voor de tweede helft van Anderlecht-Nantes. Een paar goede acties opgeschreven bij Paars-Wit onder andere. Een zeer goede Marco Cana dus. En naast Lucassen stond Cobout met veel vertrouwen ook te spelen.
Nou, al bij al, je kan echt niet zo meteen zeggen wie er een mindere partij of toch eerst de helft had opzitten. Dus ja, op dit moment al bij al positieve rapporten, alleen dus in het scorende compartiment staat er nog geen getal op het blad. 0-0 dus hier tussen Anderlecht en Nantes. Une rencontre intéressante, une première période intéressante avec pas mal de bons mouvements offensifs du côté anderlechtois. On pense à Michel Vlap, à Adi Mata, qui était très bon dans cette première période. Il manque juste la concrétisation pour les Mauves du côté de Nantes. C'est nettement plus compliqué au niveau offensif. Le quatuor d'anciens joueurs de la Jupiler Pro League, Limbombe, Simon, Koulibaly et Mon, s'est montré un petit peu timide. Ils se sont montrés un petit peu trop timides dans cette première période, même si Limbombe a été pour moi au-dessus des trois autres. Il s'est montré assez remuant sur son côté droit, le joueur de 26 ans, passé 6 mois au Standard, passé également du côté de Bruges, champion avec Bruges, et également soulier d'ébène en 2018, rappelons-le. Anthony Limbombe, qui avait marqué un but l'année passée en Ligue 1. Pour Renaud Aymon, l'ancien joueur du Standard, c'est nettement plus compliqué. Il n'a quasiment eu aucun ballon. Le Virtonnais de 28 ans, lui qui avait marqué face à Nyon lors du match de préparation, Renaud Aymon. Victoire 6-0 des Nantais. Face donc à une Détroit suisse. Alors qu'Anderlecht, eux, ont battu Saint-Étienne deux fois et Saint-Tron deux fois. C'est donc deux équipes en confiance qui s'affrontent aujourd'hui. Mais Anderlecht est plus loin dans la préparation. Il recommence le championnat le 9 août. Donc c'est logique, physiquement, on sent, et techniquement même, on sent les Anderlechtois au-dessus dans cette partie. Ja, terwijl we daar rechtsboven uw beeld, Nani Di Matta, nog een paar sprints zien trekken. Ik denk dat het voor hem er wel op zit voor vandaag. Nog een paar keer uitlopen. Krijgt 45 minuten. En het zal Antoine Colassin zijn die wellicht in de tweede helft dus in de spits zal spelen voor Anderlecht. Kemar Roof naar verluid. Dat kunnen we nog niet 100% bevestigen, maar is niet fit. Toch een kleine blessure voor de Engelsman. En het fluitsignaal horen we hier ondertussen. Dus we gaan eens kijken of de spelers ook wel degelijk luisteren naar zo'n fluitsignaal. En dus hier Di Matta dus een soort van cooling down. Maar dan eigenlijk het omgekeerde na de wedstrijd. Moet nog wat meters sprinten. En zo op die manier toch 100% wedstrijd fit geraken tegen de start van de competitie. Dus zoals mijn collega al zei, 9 augustus tegen Sint-Truiden. Als dat er ook al van komt. Dat zullen we wel zien. Er is wel nog wat werk. Kayembe maakt zich klaar. Ik zie ook Albert Sambilokonga en Timon Wellenreuter. Die staan samen de bal rond te spelen. Maar Kayembe, ook hij dus wellicht in de tweede helft op het veld. Scheidsrechter Van Damme die is er stipt bij, heeft het fluitsignaal gegeven en wacht nu de spelers op. Maar zoals ik al zei, er is niet meteen een soort van gehoorzaamheid bij de elf van Anderlecht en die van Nantes. Degene die we hier wel zien voorbij wandelen is Denis Petric. Als we ons niet vergissen, Sloveense tweede doelman bij Nantes. Hij zal wellicht de tweede helft in doel staan voor de bezoekers. Die zijn nu op het veld aan het wandelen. En donc l'équipe de Nantes qui revient sur cette pelouse. Avant cette équipe d'Anderlecht, comme en, au début de match. Et il y aura un changement avec Denis Petric, le franco-slovène. Le gardien, donc le deuxième gardien de cette formation nantaise qui remplace l'excellent Alban Lafont qui a tenu le zéro malgré les occasions anderlechtoises.
Denis Petrić qui a joué les années précédentes du côté de Guingamp, formé à Auxerre, 32 ans, un gardien d'expérience, 1m87. Et comme lors de leur premier match de préparation à Nyon, ils changent donc de gardien en deuxième période, alors que vous l'avez sans doute vu, Edo Kayembe va lui monter du côté anderlectois, le Congolais de 22 ans. On devrait également voir l'apparition d'Antoine Colassin, 19 ans lui, né en 2001, qui a fait forte impression la saison dernière. Il avait marqué son premier but sous le maillot d'Anderlecht lors de son premier match contre Bruges, s'il vous plaît. Défaite finalement 1-2 d'Anderlecht face au club brugeois, avec ce but fantastique de Van Aken et cette volée des 30 mètres qui avait complètement surpris Van Krombrugge. Colassin avait après marqué 3 buts en 4 matchs. Malheureusement pour lui, il a été freiné dans son élan. Il est dû être opéré à la cheville. Mais il revient. Il revient très bien, Antoine Colassin. Et il est ambitieux avant ce championnat qui recommencera donc le 9 août prochain avec le déplacement d'Anderlecht à Saint-Tron. Et puis les Anderlectois recevront Moucron et Eupen avant de se déplacer du côté de la Gantoise. Ce sera le 30 août. En voor we nog even praten over wie voor Anderlecht op het veld staat, net heeft u hem misschien al herkend. Dennis Appia gaat invallen bij Nantes op rechtsachter. Fabio schuift naar linksachter en Dennis Appia dus met zijn Anderlecht verleden komt hier in de basis bij Nantes. Peter Zoelje zien we ook onder andere. En eens kijken wie er dan allemaal in de kleedkamer is gebleven. Ik denk dat Vlap en Kana allebei binnen zijn mogen blijven. En dus inderdaad Kayembe eventueel en Zoelje zijn posities innemen. Deze man dus, Vincent Kompany, met nog wat aanwijzingen voor Kylian Sardella. Dan zal je maar beter luisteren als een man met die ervaring nog wat guidance geeft. Didion staat daar onder andere. Lavoine en Frutos met nog wat aanwijzingen voor Edo Kayembe. Hij zal dus hier starten. Was bijna vergeten dat hij op het veld moet staan om te mogen spelen. Maar hij is erbij. Trebel, Zoelje en Kayembe dus. En als we dan kijken naar die opstelling, zien we dus dat Murillo ook binnen is gebleven. Het is Flap die toch is blijven staan. En Kayembe zal dus op linksachter post vatten. Volgen hier met Moses Simon tegen Sardella. De goede voorzet. Kopout geraakt er net niet bij. De voorzet dan door Abeid, ook een invaller bij Nantes, Mehdi Abeid, opnieuw aan de bal. Slecht gecommuniceerd, Zoelje zit ertussen. Achteruit naar Van Krombrugge, dat is moeilijk, maar met heel veel rust, dat kennen we bij de Belgische doelman. Trebel. Amuzu zoekt. Lucassen. En Doku. Heeft iemand anders nu voor zich natuurlijk. Fabio naar de andere kant geschoven. En Dennis Appia voor zich. En Lucassen. Trebel zoeken. Sardella. Dat is balverlies. Maar ook Simon heeft er moeite mee met de bal. Slecht gecommuniceerd met Fabio. En dus bal voor Anderlecht terug. Zoelje met rust. En de bal terug naar Kobout. Avec Kayembe, le nouveau venu au ballon, en direction de Kobout. Et Lucassen, qui a tenté d'alerter Adrien Trebel. Le mauvais contrôle
de l'ancien Nantais. Et donc première touche de balle pour Denis Petrić, qui a donc remplacé Alban Lafont. Le dégagement ne donne absolument rien, c'est directement dans les pieds d'Henrik. Van Krombrugge. Cobout. Avec Kayembe. Il s'affole pas du côté Anderlechtois. Allez, bon, ce ballon en direction d'Adrien Trébel. Avec la déviation de Michel Vlap, c'était pas mal essayé, un petit peu présomptueux. Il cherchait Francis Amoudzou. Ah, il est très bon techniquement, Michel Vlap. Mais il a souvent été critiqué la saison dernière, dû à ses mauvais choix et parfois son manque de combativité. Malgré tout, il est le meilleur buteur hein, lors de l'exercice 2019-2020. Michel Vlap, avec 10 réalisations. Il en veut plus. Pour cette nouvelle saison, le néerlandais. La faute de Joule. On va revoir. Ouais. Directement signalé par l'arbitre assistant. Et ça va donner un coup franc intéressant. Sous les yeux de Frankie Verkotteren. Alors, 49e minute de jeu. Peut-être la première grosse possibilité dans cette rencontre pour le FC Nantes. Il y a du monde dans la surface de réparation. Et il est bien donné, il est très bien donné sur la tête. Du défenseur nantais. Et donc, Van Krombrugge, tout heureux de voir ce ballon passer à côté de ses buts. Het was Wagwe. We moeten ook een beetje kijken wie hier op het veld is gekomen. Mola, Wagwe, centrale verdediger die Castelletto kwam vervangen. Volgen hier met Lucassen die de bal net kon binnenhouden en dus... Fabio. Slecht gedaan door Remo. Zit niet in de wedstrijd. En toch is Khalifa Koulibaly ook mogen binnenblijven. In zijn plaats Ndilou. De spits Bridge Ndilou. Geboren in Le Mans. Is heel jong. 20 nog maar. Maar hier de goede poging tot combinatie van hem. Sardella en Zuli. Cobout. Een heel andere manier, of een heel andere spel beeld dan in de eerste helft. Kayembe. Nu dus inderdaad in balbezit zien we Sardella mee oprukken. In de middenlijnlinie. Terwijl dat in de eerste helft Murillo zijn taak was als inverted back. Is dat nu dus Kylian Sardella. En daarom zal hij van Vincent Kompany toch wat raad hebben gekregen. Nog voor de begin van de tweede helft. Want dat is wel een zeer belangrijke positie in het spel van RSC Anderlecht. Volgen met Fabio even. Maar Lucassen doet dat heel goed. Met zijn lichaam en ervaring lost hij dat heel goed op. En zo Anderlecht weer opbouwend van achteruit. Avec Lucassen et son comparse dans l'axe défensif. Elias Cobout. Très bon face à Saint-Étienne. Elias Cobout. Qui a notamment sauvé un but tout fait. À Geoffroy Guichard. Une sélection avec les Diables Rouges. Elias Cobout. C'était face à Chypre. Un profil qui plaît à Roberto Martinez. La rentrée de Denis Sapia.
l'ancien Manderlecht, toi, il a joué 80 matchs. 81 matchs, pour être tout à fait précis. Avec les Mauves. Avant d'atterrir à Nantes. Denis Sapia, formé à Monaco. Il a également joué du côté de Caen. Voilà le CV de l'arrière droit nantais. Girdo. Avec Fabio. Il est pas mal ce ballon de Fabio. Et une nouvelle faute, Anderlechtoise. Directement signalé par Kevin Van Damme. Et c'est joué rapidement par Abdoulaye Touré. Perte de balle. À une deuxième mi-temps un peu plus hachée que le début de la première. Anderlecht est un petit peu moins inspiré. Il y a eu pas mal de changements. Il faut prendre ses marques, c'est sûr. Kayembe avec Lucassen, le contrôle un petit peu long. Pas de souci. Pour le défenseur central. Et Fabio. Ah, il fait son match, Fabio, sur son flanc. Récupération pour Kylian Sardella. En direction de Jérémy Doku. Une belle défense de Denis Sapia. Volgen met Julie. Terwijl er toch aan de overkant van het oefenterrein een paar supporters zijn doorgedrongen tot aan de omheining. Dat is mooi, die hebben het toch geprobeerd om binnen te geraken, maar zijn tot aan de omheining geraakt. En proberen van daaruit toch de wedstrijd te volgen. Ik denk ja, inderdaad dat het moeilijk is om het helemaal te kunnen zien, maar supporters kunnen soms gekke dingen doen. En dat maakt voetbal ook wel mooi. Maar ik hoop dat het via de livestream ook veel beter te volgen is. We gaan eens volgen na toch een lange pauze eigenlijk, na het zoeken van een bal. Wat Denis Petric doet met zijn uittrap. Zoekt Moses Simon op. Maar het is Lucassen, sterk in duel. Colassin probeert ten eerste balcontact te verzilveren. Dat mislukte. Van Krombrugge. Had via kopbal proberen KMB te bereiken. Anderlecht speelt de bal goed rond. Dit is een minder goede paas van Zulje. Was zeer strak op de stropdas van Sardella geprobeerd. Maar zeer moeilijk te controleren zo'n bal. Samusu zit ertussen, maar wel inwerpen nu voor Nant. Met Mouani. Randal Kolo Mouani. Hier is die Mouani. Bijna tot bij Simon, maar ook de fout van Zulje. Op die Randal Kolo Mouani. Vrij schop voor Nantes. Nouveau coup franc intéressant en faveur des Nantais. C'est peut-être via une phase arrêtée que le marquoir va se débloquer dans un sens ou dans l'autre. En tout cas, il est très bien placé ce coup franc pour Mehdi Abeid, l'Algérien. Il est bien enroulé ce ballon. Mais une faute dans la surface de réparation signalée par Kevin Van Damme, qui réalise un bon match, l'arbitre de cette rencontre. On peut repartir du côté Anderlechtois avec Edo Kayembe sur Antoine Colassin, qui ne peut récupérer ce ballon. Et une nouvelle faute, elle s'accumule dans ce début de seconde période. Cette fois-ci, c'est sur Renaud Aymon, un petit peu plus remuant
que lors de la première période, l'ancien joueur du Standard. Geste fair play avec Peter Joule. Simon. Et il veut aller provoquer. C'est sa force, Moses Simon. Qui a tenté d'alerter Colom Ouani. Anderlecht peut récupérer ce ballon. On essaie de jouer proprement avec Lucassen. Pas beaucoup de solutions pour Derek Lucassen. Mais ça arrive un petit peu chanceusement à Francis Amouzou. Qui tarde un petit peu à donner son ballon. On sent des Nantais un petit peu plus agressifs que lors de la première période. Ils en veulent plus. Fabio. C'est pas mal essayé ce 1-2 avec Colom Ouani. Mais Anderlecht peut à nouveau repartir. Adrien Trébel. Stoppé dans son élan. Par Renaud Aymon. Ah, ils se connaissent bien, Adrien Trébel et Renaud Aymon. Koyambe. Niet de eerste keer dat hij op linksachter wordt uitgespeeld of op de backpositie. Naast centraal verdedigende middenvelder is dat ook vaak de polyvalentie van die Koyambe. En dus ook vandaag een gebrek aan Kumar Lawrence. Koyambe. Het is Breien tot zijn vinden, die vrije man. Kobout. Zoeken we bij Amouzou, dat is moeilijk. En de bal blijft binnen. Trébel. Terug achteruit, dat is slechte communicatie. Goede tackle van Lucassen. Voor onze neus hier, perfect op de bal. En dan de zeer goede bal van Zoulje. Hier is Doku. Doku 1 tegen 1. De voorzet, komt hij eruit of gaat hij trappen? De eerste paal zoeken. Hier is Colassin. Gaat hij dan ook een doelpunt maken? Het was buitenspel van Antoine Colassin. Eens kijken naar die herhaling. Colassin hier zoekt, ja, inderdaad, de bal op. Hij staat wel degelijk in de buitenspelpositie. Antoine Colassin. Laat dus opnieuw een kans krijgen als spits bij Anderlecht dit seizoen. Of het derde of tweede spits is na Nani Diumata. Dat zal een beetje afhangen van de fitheid van Kimar Roof. Maar het is hier altijd het gegeven op Neerpede en in het Lotto Park om jeugd een goede kans te geven. En dat krijgt Antoine Colassin. Volgen met Moses Simon in de rug van Sardella. De lage voorzet. Kobout haalt hem eruit. Wel opgepakt door Fabio. De stift en de voorzet van Nabeet. En met de stuit gaat die bal ook over het doel van Hendrik van Krombrugge. Goede actie bij Naald. De bots. Goed afgewerkt hoor, maar Van Krombrugge was er ook en de bal ging net over. Goede kans voor Nant. En we gaan meteen volgen met Adrien Trébel. Et là voilà donc cette première grosse possibilité pour Nantes dans cette rencontre. Ça passe nettement au-dessus. Début défendu par Henrik Van Krombrugge. Ils sont de plus en plus insistants, les Canaries, dans ce quatrième quart d'heure de cette partie. On sent un Anderlecht un peu plus en difficulté que lors de la première période. Le discours de Christian Gourcuff, l'entraîneur de Nantes, a visiblement porté ses fruits. Fabio. Avec Denis Petric. Appia. On prend un risque, on joue derrière avec Jean-Charles Castelletto. Et Renaud Aymon au sol. Le voici Peter Joule, monté donc à la mi-temps. L'Autrichien, ancien joueur de Sturm Graz. Il l'a dit, il veut devenir un patron de cette équipe anderlechtoise. Il n'a pas assez été la saison dernière. Il a plus d'ambition cette saison, Peter Joule.
Il veut en tout cas plus se montrer. Et une nouvelle perte de balle, Anderlechtoise. Récupération pour Denis Sapia avec Thierry Vella. Simon, ah, il va les provoquer, Simon, c'est évident. Mais il tombe beaucoup trop facilement, selon Kevin Van Damme. Il n'y a pas de faute. Et c'est Adela, tranquillement, peut donner ce ballon à Lucassen. Joule, avec Vlap. Qui a laissé passer ce ballon, c'était pas mal imaginé. Mais il y avait un Nantais qui était juste derrière. Et qui s'est montré attentif. Goeie actie van Peter Joule. De oppepper. Iets te ver van de voet misschien, maar dan ook de fout kunnen eruit halen. Dus een beetje geluk mag ook al eens voor de Oostenrijker. Cobout. Hij en Lucassen dus al een 63 minuten zij aan zij achteraan bij Anderlecht. Het zal wellicht ook de type duo worden achteraan bij Paars-Wit. Terwijl Abeid de fout maakt op de zeer goede Jeremy Doku vandaag. Daarnet met Appia een sprintduel aangegaan. En die Appia die moest wel degelijk zijn tenen uitkuisen om te kunnen volgen op de 18-jarige Belg. 18 is hij nog maar, Jeremy Doku. Simon. Oog in oog met Lucassen. Dat is moeilijk voor Lucassen om die bij te houden op snelheid, maar... Goede positie, de voorzet voor Mouani. Zoulje ontzet. Colassin, klein zetje geven. Doet hij opnieuw. Maar achteraan lossen ze het goed op met Wagwe. Chirivella. Fabio naar Wagwe. Mola Wagwe. Onder andere bij Granada, Udinese en Watford aan de slag geweest. In de Mogi-dynastie dus terechtgekomen, maar nu dus sinds 2019 bij Nantes. Foutje daar van Kayembe op Abeid. En de vrije trap gaan we nog volgen met diezelfde Algerijn. 11 caps voor Algerije, won de Afrika Cup in 2019. En de bal in de box gaat hij hem nu brengen. Iedereen mee, behalve Fabio. Minder goede voorzet. Toch nog het schot en de bal die gaat maar net naast. Het schot was van Mouani. Nummer 23 van Nantes. Randal Kolo Mouani. Amouzou met minder goede balaanname of poging tot wegwerken. Het kruiste schot van Mouani en van Kronbrugge moest er niet aankomen. Om hem buiten te kijken. Minder goede bal nu van Kronbrugge op Sardella. Volgen met Chirivella. Castelletto. Onderschept. Doku kan hem binnenhouden. En dan de actie van Doku. Flap er niet bij. Trebel. Het was Zoudje, sorry. En hier Lucassen. Et donc une nouvelle alerte pour la défense en Anderlechtois avec cette frappe de Kolo Mouani. Ancien joueur de Boulogne, il était prêté à Boulogne hein, l'an dernier, le Congolais. Qui a marqué un but lors du match de préparation à Nyon, à Annecy plutôt, face à Nyon. Victoire 6-0 des Canaries, il a marqué le quatrième but. Et donc Nantes est de plus en plus dangereux. Deuxième occasion franche en 20 minutes dans cette seconde période. Il va falloir redoubler de vigilance du côté de l'arrière-garde anderlechtoise. Cobout avec Jérémy Doku. Ah, qu'on voit moins qu'en première mi-temps, Jérémy Doku. À chaque fois, il y a deux Nantais sur lui. Il touche le ballon. Il est au sol, le jeune Anderlechtois de 18 ans à peine. Et Michel Vlap va pouvoir jouer ce coup franc. Kayembe
pas énormément de solutions. Ça manque un petit peu de mouvement. Kayembe obligé de revenir derrière vers Elias Cobout. Lucassen. Dans la verticalité vers Trebel. C'est pas mal essayé ça de la part d'Adrien Trebel. Mais il pousse son ballon un petit peu trop loin. Et une nouvelle fois, Moses Simon a de la liberté sur ce flanc gauche devant Lucassen. Excellent geste défensif du joueur prêté par le PSV. Il est parfait ce tacle devant Moses Simon à la rentrée pour Fabio. Pas beaucoup de solutions s'offrent à lui. Renaud Aymon avec Fabio qui continue aussi tranquillement son accélération, mais récupération pour Elias Cobout qui continue son effort lui. Elias Cobout, Kayembe avec Lucassen. Elle est bonne cette balle vers Francis Amouzou. Tente le centre en première intention, chercher Antoine Colassin. On trouve une tête nantaise. Récupération pour Kylian Sardella. Lucassen vers Jérémy Doku. Et un nouveau contrôle approximatif de Jérémy Doku. À la construction n'est pas la même qu'en première période. C'est le moins qu'on puisse dire du côté Anderlechtois. Beaucoup de mal à se projeter vers l'avant. Et pour le moment, le secteur offensif n'est pas alimenté comme il se doit. Anderlecht dat inderdaad een iets andere spelstijl heeft dan in de eerste helft. Toen was er vooral spel over de grond. En nu is er minder die intentie en dus heeft Nantes met iets meer lengte. Vooral dan bij de onder andere Abdoulaye Touré. Wat meer het leer. De voorzet van Zuli. Komt hij er of niet? Gaat ze met flap. Dan maar even achteruit. Kayembe. Lucassen. Zeer goede partij ook van hem. Daarnet die tackle op Simon, net voor onze ogen hier. Zeer knap gedaan. Bewijst waarom hij nog maar eens wordt geleend door Anderlecht. Ze willen hem echt wel centraal in de defensie bij Paarswit. Trebel, sterk tegen Emol. En dan wegdraaien naar de andere kant. Binnendoor via de hand van Castelletto, niet gefloten. Zulje wou die wel, die vrije trap. Cobout. Kayembe op snelheid sterk. Van Kronbrugge houdt hem binnen met de borst. Bal blijft bij Kayembe. Bijna 70 minuten ver. En dat zijn we nu. En zo dus nog steeds 0-0. Anderlecht Nant. Beide kanten kregen al kansen te zien, maar nog geen doelpunten. Dus een evenwichtige wedstrijd, al bij al. Trebel, Sardella niet gezien. En dus Simon met de bal ervandoor. Abeid zoekt de dribbel op tegen Kayembe. Moet dan achteruit. Chirivella. Binnengehouden door die Abeid. Appia. Ja, Julie. Tikje er tegen en zo. Bal weer bij Anderlecht met Trebel. We volgen. Sardella. Doku. Kayembe. Een heel ander matchbeeld dus inderdaad. Die tweede helft. Anderlecht pakt het anders aan. Het heeft minder effect. Lucassen. De fut zal er ook een beetje uit zijn. Het is normaal ook voorbereiding. Niet iedereen beweegt weer evenveel als in het begin van de partij. Amouzou en Doku hebben al veel gegeven in deze 72 minuten. Doku toch nu. Met Flap. Flap, Wijnze, zoekt Colassin, de kaats en
Nog steeds de bal bij Anderlecht met Amuzu. Houdt hem binnen. Eventueel bij Sardella inleveren. Nee, het is bij Trebel. 1-2 zoeken. Zoei. Flap. Kan je hem bij de bal in de box? De bal gaat naar Kossin. Die werd eruit gehaald. Door Castelletto. Nog steeds Anderlecht. Maar net buiten. En Amuzu kan er net niet bij. On approche du dernier quart d'heure de cette partie. Et donc toujours 0-0. Et dans cette seconde période, les occasions franches sont à mettre à l'actif des Nantais. Qui ont accéléré dans cette seconde période après une première mi-temps assez timide. Sans réel danger devant la cage d'Henrik Van Krombrugge. Il a le sourire, Fabio. Parce qu'il y a deux changements du côté nantais. Et on peut repartir. Avec ce long ballon de Fabio. Et Anderlecht, une touche intéressante, ça peut se jouer rapidement avec Francis Amuzu et Sardella qui se sont mal compris. Ça sort en sortie de but pour Denis Petrić. Le franco-slovène qui n'a pas été alerté dans cette seconde période. Attention à cette perte de balle nantaise. Michel Vlap dans la surface de réparation. Le centre de Michel Vlap qui ne trouve pas Francis Amuzu. C'est pas terminé. Amuzu avec Adrien Trebel. Sardella, il a du champ pour centrer. Il préfère remiser, faire Amuzu. Le petit geste technique du jeune Anderlechtois qui revient vers Sardella. Le centre n'est pas bon. C'est sans souci pour Denis Petrić. On revoit ce centre. L'intention était bonne, mais la réalisation nettement moins. De wissel dus bij Nantes. Onder andere Emon is eruit gegaan en Abdoulaye Touré, aanvoerder, ook naar de kant. En Juan en Mandy zijn erin gekomen bij Nantes voor de volledigheid. Zoel. Breed op Amuzu. Die houdt hem binnen. Ik vind heel vaak de Belg op de rechterflank. Die zoekt dan de andere Belg op de linkerflank. Doku. De actie zoeken. Stevig op de been nog steeds. Sardella kaatsen met Doku. De openingen boden zich niet aan en dus de bal naar achteren. Nu toch aangeraakt en die bal gaat er net niet in. Ook buitenspel van Colassin met de schouder of was het met het hoofd, moeilijk te zien. Maar een goede paas van Cobout met de schouder van Colassin. Petrić bijna verrast, had hem ook nog wel buiten gehouden, maar ook buitenspel van Antoine Colassin. En volgen met de Sloveense doelman van Nantes. Terwijl het slotkwartier is ingegaan. Of gaan we even kijken wie daar opkomt bij Anderlecht. Een wissel. Volgens mij is het Marco Canna die opnieuw op het veld komt. En Trebel mag eruit. Heeft 75 of 76 minuten zijn best gedaan, Adrien Trebel. Geen fantastische wedstrijd van hem, maar toonde wel dat hij eventueel nog steeds wel een plek heeft binnen dit Anderlecht. Het met twee woorden spreken, dus eventueel. Hier is die Mandy. En Juan is ermee weg. Moses Simon kiest positie aan de tweede paal. Daar gaat het ook naartoe, maar Sardella zit ertussen. Touré. En Fabio. Bal naar Abeid. Challenge, challenge!
Daar zit Kayembe goed tussen. Had dat goed ingeschat. Dat was een bal met risico en ook goed onderschept door de linksachter van Anderlecht. Doku. Kana. Meteen weer die bal goed aannemen. Daar is de bal op Zoel. Geen buitenspel. En gaat hij ook scoren nu in tweede instantie? Nee hoor. Petric. Spelen, zei de scheidsrechter. Maar Colassin kon deze gouden kans niet verzilveren. Simon. Hier was Anderlecht heel dicht bij de 1-0. Ook al is het een oefenwedstrijd, je hebt het gevoel wie scoort zal ook winnen. Appia. Zoekt Juan. Maar Cobout. Voorlopig blijft hij op de been. Ook foutje op de Belgische verdediger. Alors qu'on était pas loin du premier but d'Anderlecht dans cette partie, on va revoir Peter Joule en deux temps qui était tout proche de mettre ce ballon au fond, de tromper Denis Petric. Il était très bon hein, ce ballon dans le dos de la défense de Marco Cana. Il fait son match, le jeune Anderlechtois de 17 ans. C'est déjà un leader technique malgré son très très jeune âge. Va-t-on avoir un vainqueur dans cette rencontre? Autant Anderlecht dominait clairement en première période. Autant c'est du 50-50 dans cette seconde période. Peter Joule qui passe à côté du ballon. La machine nantaise peut repartir. Il y a une bonne récupération de Kayembe. Ah, il montre des choses intéressantes. Le jeune Edo Kayembe. Monté à la mi-temps à la place de Murillo. Le Panaméen. Kayembe avec Cobout. Et Lucassen. Bien joué de la part de Cobout en direction de Marco Cana. L'ouverture vers Jérémy Doku. Il va aller provoquer Jérémy Doku. Il n'a pas beaucoup fait en seconde période. Et malheureusement, ça n'est pas une réussite. Pour le jeune Anderlechtois. Kolo Muani. Non, c'est bien joué de la part de Kolo Muani. La petite balle et le premier but, ça. Non, le poteau. Le poteau qui sauve Van Krombrugge sur cette frappe de Moses Simon. Quelle opportunité. C'était bien joué de la part de Muani en direction de Eli Yuan. La petite déviation de Yuan et Moses Simon qui trouve le poteau de Van Krombrugge. Quelle opportunité nantaise à 10 minutes du coup de sifflet final. Die gaan we toch noteren als de beste kans van de wedstrijd. Die bal tegen de paal van Moses Simon. Volgen nu met Kylian Sardella. Terwijl de fans daar in het hoekje al wat voltalliger zijn geworden, zeg maar. Maar ook dus voor de Pro League mogen ze nog voorlopig niet het stadion binnen. Een beslissing door Anderlecht genomen. Met al de COVID-perikelen natuurlijk in het achterhoofd. Amouzou. Sardella. Heeft wel wat ruimte. Wat doet hij ermee? Anderlecht is iets hoger gaan staan met zijn verdediging. En hier is plots Peter Zuli. En wordt aangetikt. Geen fout. Wel nog steeds balbezit met flap achteruit bij Doku. Afleggen voor Kana. Zoekt de pas. Kana maar meteen op de huid gezeten. Dat weten ze bij Nant ook ondertussen. Dat hij een heel goede beslissende pas in de voet heeft. De killing ball. Zoals bepaalde analisten dat noemen. Een pas die niet veel anderen kunnen geven. Maar meteen het openspleiten. Hier is zo één bal. Met flap nu. En het afwerken van Zulie. Maar tegen de arm van Touré of de dij
van hem. En dus een hoekschop voor Anderlecht. Een goede pas van Cobout. Het afwerken van Zuli. En hier nog eens die kans van Zuli. Daarnet, maar kon de bal net niet goed meegrissen. Maar ook vooral het heel goede verdedigen bij Nantes achteraan. Maar Peter Zuli, de Oostenrijker, met de hoekschop. Zal wegdraaien van Doel. Lucas Colassin, Kayembe, alle drie dicht bij elkaar. Hier is die bal, daar is Kayembe. Bal ook weg. Man die probeert er uit te geraken. Bal is ook voor Nantes tegen het been van Antoine Colassin. Ça chauffe hein, dans les deux rectangles dans cette fin de match. Il reste 8 minutes à jouer, plus quelques minutes sûrement de temps additionnel. Alors que l'on voit Fabio en discussion avec l'arbitre assistant. Pour deux nouveaux changements nantais, la sortie de Moses Simon tout d'abord. L'ancien joueur de la Gantoise, tout proche hein, donc d'inscrire peut-être le but décisif dans ce match. Allez, les Nantais qui se sont déplacés à 20. Un effectif réduit à cause du Covid-19. Un joueur et deux membres du personnel ont été contaminés. Et donc on a pris le moins de risques possible. Marcus Coco, le joueur, en l'occurrence atteint par le Covid-19. Contrôlé positif en tout cas. Eh bien, il avait deux joueurs à côté de lui dans le vestiaire, évidemment, et ces deux joueurs-là n'ont pas fait le déplacement. Sans oublier les blessés du côté de Nantes, en l'occurrence Nicolas Palois, Pereira ou encore Basilia. Et donc, les Nantais sont à 20 aujourd'hui. Et tout le monde jouera. Il l'avait prévenu avant le match, Christian Gourcuff. Jérémy Doku à l'entrée de la surface de réparation. Vlap qui s'en mêle un petit peu les pinceaux là entre deux Nantais. Belle récupération. Et c'est directement sur Cobout. Le pressing est de plus en plus haut côté Anderlechtois dans ces 6 dernières minutes. On va aller chercher une victoire. C'est clair. Ça serait la 5e consécutive lors de cette préparation pour la saison 2020-2021. Mais pour le moment, le Marquois reste bloqué à 0. 0. Inderdaad. Bijna de laatste 5 minuten die ingaan. Hier op Neerpede. En Cobout. Het heeft er voor beide teams goed ingezeten. Maar een bal tegen de paal en een paar goede kansen van deze Peter Julien in de tweede helft. De bal tegen de paal was van Moses Simon voor Nantes. Maar dus geen enkele bal in de netten. Vlap, goed gezocht. Julien. Sardella op de huid gezeten. Dat is moeilijk, had hem binnen. En Lucassen, dat is bijna de vestiaire binnen. Hey Marco, Marco. Kilian. Goede coaching daar achteraan door Jules. Zet Sardella en Canna op de juiste positie hier nu wel. De goede interceptie door Lucassen. Goede partij van hem. Zit, zo lijkt het toch, naar de coaching te horen. Een beetje tegen het einde. Derk, 5 minuten bijten. Nog even op de tanden bijten inderdaad. En dan is deze oefenpartij tegen Nantes ook voorbij. Doku. Ja, moeilijk. Had hij misschien toch moeten proberen binnenhouden. Dacht dat die bal nog wel binnen ging rollen. Appia kwam er als de winnaar uit in dat duel. Balverlies van die Appia. Doku. Door de benen. Mooi gedaan. Hier Kana. Amouzou, prachtig gedaan. Colassin meenemen. Ja, buitenspel van Antoine Colassin. Of is het eerder de fout? Het is op de fout op Amouzou. Was blijven liggen. Van Damme wou even zien hoe die actie verder liep. Foutje inderdaad van Wagwe. En de opvolging door Colassin
verloor daar bijna direct de bal en dus de vrijtrap. Amuzu is blijven liggen. Even kijken. Hopelijk niks al te erg voor hem. Terwijl de medic aanwezig is en nog even een paar flesjes water uitdeelt. Francis Amuzu. Bij de jeugd van KV Mechelen onder andere. En ook bij Anderlecht natuurlijk als laatste aan de bak geweest. En ondertussen toch ook al een aardig aantal wedstrijden voor RSCA op de teller. Stilaan een vaste waarde geworden als hij fit is. Wat niet altijd het geval is. Maar als hij fit is inderdaad, dan speelt hij met overgave voor Paars-Wit. Het lijkt dat er ook wel een wissel zal komen. Amuzu is blijven liggen. Geen al te grote blessure, denk ik, maar een tik die je liever niet had gekregen. En dus maar beter uit voorzorg van het veld. Maar toch de duim van de dokter. Hij knikt dat het wel zal lukken. We gaan volgen met deze vrije trap. Flap en Zoei klaar. Delcroix staat nog klaar om misschien in te vallen. Wie wordt het? En gaan ze trappen. Afgelegd inderdaad. En balletje weer rondspelen. Leek me wat ver om van daaruit te trappen. Sardella. Kies positie opnieuw op zijn inverted back position. Hier is Zoei. Ja, nonchalant van de Oostenrijker. Had hij geweten dat hij meer ruimte had, had hij er ook wel meer mee gedaan. 89e minuut de jeu. Anderlecht fait le forcing pour s'imposer. Alors qu'on voit Francis Amuzu remonter sur la pelouse. C'était violent ce duel avec Josué Omaou qui venait de monter au jeu, le Togolais. De 22 ans, 1m90. Mais plus de peur que de mal pour Francis Amuzu, qui a re-signé avec Anderlecht jusqu'en 2024. Lui qui a fait ses débuts avec les Mauves à 17 ans contre peine. Il avait marqué le but de la victoire. Cana avec Cobout. Lucassen. Kayembe. On ne balance pas devant du côté d'Anderlecht. On préfère continuer à jouer au sol. Malgré le chronomètre. Doku entre deux joueurs nantais. On va faire parler sa technique, Jérémy Doku. Mais il est assez esselé. Il n'y a pas beaucoup de soutien derrière lui. Voilà, avec Kayembe. Mais le Congolais est obligé de revenir derrière. Lucassen qui revient vers Edo Kayembe. Cette fois-ci, la passe est mauvaise. Récupération nantaise. Et donc, on se dirige vers un 0-0 dans cet avant-dernier match de préparation pour le Sporting d'Anderlecht. Ils firont Lille le week-end prochain avant d'entamer la compétition. Et du côté du Stayen à Saint-Tron. D'accueillir à huis clos à Moucron et Eupen. Mais ça n'est pas encore terminé dans cette partie. Ah, c'est pas mal joué de la part de Yuan. Le centre en première intention. Récupération nantaise avec Abeid. Le ballon vers Kolomouani, mais Kayembe est à la bonne place. Touré. Touré, la frappe dans les gants de Van Krombrugge. Ça manquait clairement de puissance et de précision pour inquiéter Van Krombrugge qui n'aura pas eu beaucoup de boulot aujourd'hui. Et voilà, c'est donc terminé sur ce score de 0-0. Rencontre intéressante, première mi-temps très intéressante du côté Anderlechtois. Deuxième mi-temps un petit peu plus compliqué. Mais il y a de très très bonnes choses. Et c'est de bon augure pour le début de la compétition, prévu donc le 9 août.
Inderdaad. Al bij al een goede repetitie opnieuw bij Anderlecht. Niet tegen de minste natuurlijk, tegen een eerste klasser uit Frankrijk. Lucassen zal serieus moeten bij de kine gaan, denk ik. Heeft alles gegeven en is even blijven liggen. Toch een paar mankementjes daar. Hopelijk niks al te erg voor de Nederlander. Compagnie die gaat daar achteraan het veld de supporters gaan begroeten die toch zijn komen opdagen daar in de hoek. En zij houden ondertussen toch hun gsm al klaar voor de obligatoire selfie. Maar Vincent zal ook misschien wel eens zeggen dat het niet het beste idee is om dat in deze tijden van pandemieën en voorzorgsmaatregelen dat te doen, daar samen te troepen. Anderlecht is 0-0 tegen Nantes. Al bij al de beste kansen. Die bal tegen de paal, net nog dat schot van Touré die Van Kronbrugge met de vuisten moest pareren. Toch wel voor Nantes, maar dat was ook, en dat is nooit echt het opzet van een oefenwedstrijd, om het resultaat te behalen. Vooral het goede gevoel houden. En dat is er wel. Anderlecht speelt die bal goed rond. Doen hun uiterste best. Het was geen fantastische wedstrijd. Mede dankzij die brilscore. Maar we mogen toch spreken van een 90 minuten waar we niet hebben zitten slapen. Nu wel toch de selfies. De heren zijn blij waarvoor ze gekomen zijn. Vincent Kompany gaat rustig naar binnen. En dan gaan wij eens kijken, dus sorry, voor de highlights van deze partij. We gaan eigenlijk meteen naar de tweede helft. De vrije schop inderdaad. En het hoofd was dat van Mouani. Maar die kon het doelkader niet vinden. Een paar metertjes naast. Zoel vond Doku. Kwam naar binnen. Probeerde dat binnen door Colassin in twee tijden. Maar stond daar buitenspel. Antoine Colassin. Doku dus. Zeer bedrijvige wedstrijd van hem. Goeie inspanningen. Simon dan. De lage voorzet. Cobalt haalt die eruit. Fabio dan maar het schot. Of de voorzet. Abeid met de bots. Of de stuit. En kon niet afwerken. Voor Nantes. Van Kronbrugge. Niet verschalken dus. Opnieuw een vrije trap. Amouzou werkt niet goed weg. En het schot van Mouani ging maar net naast. Beetje gekraakt. Maar Amouzou ziet er hier niet al te best uit. Gelukkig was dat ook zonder al te veel erg en kon Van Kronbrugge niet geklopt worden. Cobalt die vond dan Colassin. Maar ook de schouder en buitenspel van Antoine Colassin. Petric die de bal ook nog wel kon buitenranselen. Kana. Met opnieuw een fantastische bal. Peter Zuli. Geen buitenspel. In twee tijden met het hoofd daarna. Maar iets te zwak. En iets te verrast misschien met die bal. Dat hij toch niet werd afgevlagd voor buitenspel. Deze afwerking kan hij beter doen. Vervolgens opnieuw de rush. Met Moses Simon. Die goed geplaatst en goed meegelopen was. De bal perfect tegen de paal trapte. En niet binnen dus. Zo gelukkig voor Anderlecht bleef het bij 0-0 dan. Door de benen van Lucassen. Jammer dat hij die bal niet kon blokken. Had beter geweest voor het gevoel. Dit is inderdaad een beetje geluk voor de Nederlandse verdediger. Cobalt vond daarna nog Zoelje opnieuw. Maar die zijn controle was niet al te best. De herneming met Flap had ook niet veel resultaat. Zoelje iets te verrast dus.
En op het einde dan Touré, de aanvoerder, met een goede rush eigenlijk al bij al. En dan een afgeweken bal op de voeten van Lucassen en ook van Kronbrugge kon ze net te schoon houden. Net als Petric. En zo dus Anderlecht-Nant eindigt op 0-0 compagnie. Die dus na de wedstrijd nog eens even de fans ging begroeten. Nog één afspraak voor we afscheid nemen. Dat is dat op 1 augustus dus tegen Lille de wedstrijd zal ook plaatsvinden. En van mijn kant alleszins bedankt voor het kijken. Merci, au revoir. Ja, maar dan komt het.